Als de politieman rond 1:30 op zijn fiets aan het surveilleren is, wordt hij plotseling door een agressieve man met een mes gestoken. Hij loopt daarbij een stevige wond op in zijn nek. Daarvoor gaat hij mee naar het ziekenhuis. Die wond is inmiddels gehecht. Godzijdank is er geen slagader geraakt, dan hadden we een heel ander verhaal hier. De politieman is inmiddels weer thuis, maar de klap is toch groot. Niet alleen bij hem, maar ook bij zijn collega's. Helemaal nu uit de eerste getuigenverklaringen blijkt dat de verdachte zonder enige aanleiding de agent heeft neergestoken. Elk geweldsincident, maar zeker zo'n onverwacht geweldsincident waar vooralsnog nog geen enkele aanleiding voor lijkt te zijn. Het hak erin heeft echt een forse impact op mij en mijn collega's. Kort na het incident wordt de vermoedelijke dader aangehouden. Die is inmiddels ingesloten op het politiebureau, agressieve man. Vooralsnog hebben we nog geen identiteit kunnen vaststellen. Het onderzoek richt zich ook op het achterhalen van zijn identiteit, maar zeker ook op het boven water krijgen van een aanleiding, een toedracht. De politie is dan ook nog op zoek naar getuigen en videoopnames van het steekincident.